dat men ergens anders een heil moet zoeken. Eenmaal in de stad proberen de mensen van buiten zoveel mogelijk hun oude leven voor te zetten. Dat boerenleven dat ging zoveel mogelijk door. Want mijn vader heeft altijd de voorstaan gehad. Want dan gingen ze daar ook zelf een vark houden. En konijnen. En zelfs nog een geit. En dus dan werd er ieder jaar werd daar geslacht. Want dan moest je er nog wel eens een keertje om lachen. Dan nam je een vriendje mee naar de tuin toe. En dan hadden we het over aardappelen. En die kinderen die begrepen echt niet dat de aardappelen, dat er knollen waren die in de grond groeiden. Die hadden altijd gedacht dat er dan aardappelen al van die kleine boompjes groeiden, nietwaar? Maar ja, de grootste moeilijkheid dat ze toch wel een beetje op een kluitje bleven. Dat ze elkaar opzochten, dat deed je allemaal in het begin wel, de eerste jaren. De Rotterdammers zien hun nieuwe stadgenoten met gemengde gevoelens aankomen. Ze krijgen maar moeilijk contact met die boeren, die ook vaak worden uitgescholden voor onderkruipen. Onderkruipers zijn mensen die tijdens de stakingen het werk van de stakers doen. Ze doen dat omdat de bazen, zolang het werk maar doorgaat, best bereid zijn iets meer te betalen. Want de mensen die tijdens de grote havenstaking in de tijd dan naar Rotterdam gingen, dan ging je als onderkruiper. Dat werd al bij voorbaat vastgesteld. Of je dan misschien ook de kans nog had een ander werk buiten die staking om te krijgen. Nee, dat stond bij voorbaat vast dat je als onderkruiper naar Rotterdam ging. Als de baas gaat jagen op goeree en overflakkee, dan brengt hij geen hazen, maar onderkruipers mee. Ja, dan bleven we tot zolang ze in Rotterdam bleven wonen, was de onderkruiper. Die naam die had hij eenmaal op zijn nek gekregen en zo bleef hij jou. En er waren veel boeren, ja, maar er waren Rotterdammers ook hoor. Geef alleen nou maar de boeren niet de schuld. Onderkruipers worden vaak van het platteland gehaald, omdat men daar slecht op de hoogte is van wat zich in de stad afspeelt. Maar ook in de stad zijn onderkruipers te vinden. De allerarmste sloebers zien tijdens stakingen hun kans schoon om eindelijk iets te verdienen. Door politie en leger beschermd gaat de onderkruiper aan het werk. Dat gebeurt natuurlijk allemaal relletjes, hè? Even opstootjes. En weet, er waren toen de tijd waar de huzaren waren ingelijfd in de Kortehillestraat, in de politiepost. Want daar hadden ze ook een paardenstal in die politiepost. Hè? En daar kwamen dan de huzaren in. Dus waren daar een beetje opstootjes van mannen, geloof ik 4 of 5 bij elkaar, dat mocht niet. Dan werden ze uit elkaar geslagen. En wij zien er nog, als kind zijn er zogezegd, die brede politie dan ineens op het paard eruit komen met de blonke sabel zo ineens zwaaien. Hè? Dat alles moest van de baan, want er mochten geen rellen komen. Naar mijn mening was de politiek van de werkgevers toen overvoert de markt met arbeiders van buitenaf, dan zullen de eisen van de stadsmensen niet zo makkelijk te stellen zijn. Want dan kunnen we zeggen voor jou 2 anderen. Ik bedoel, die mensen die hadden in het algemeen grote gezinnen. De katholieken in Brabant was een doorsnee van 8, 9 kinderen. Je had er zelfs van 13 en 14. Dat was heel gewoon. En je voelt wel, als er een heleboel mondjes opengaan om waar eten niet moet, dat dan die vader van zo'n huisgezin zich wel 3 keer bedenken zal om te gaan staken. Want het was toen de tijd toch zo dat de vakorganisatie was niet sterk en die konden geen grote stakingsuitkeringen doen. De havenbaronnen zijn goed te spreken over hun nieuwe arbeidskrachten. Ze zeuren niet, kunnen hard aanpakken en, dat is een prettige bijkomstigheid, ze hebben nooit geleerd in opstand te komen. Als het proletariat maar solidair was,
dan zouden we die kapitalisten er gauw genoeg onder krijgen. Nou, gooi dan maar in mijn pet. Van die vreemde woorden begrijp ik niks. Nee, ik denk alleen nog maar aan mijn eigen boterham en de rest heb ik gauw. Oh, godverdomme. Ja, vlog maar, vlog maar. Mensen uit verschillende streken brengen ook verschillende geloofsopvattingen met zich mee. In Rotterdam zijn drie hoofdrichtingen te onderscheiden. De katholieke kerk, de gereformeerde kerk en de hervormde kerk. Tussen die verschillende groepen is weinig tot geen contact. Elke kerk houdt nu eenmaal het liefst haar schaapjes bij de kudde. En de katholieken, ja goed. De katholieken wouden natuurlijk niks met gereformeerden te maken hebben. En omgekeerd net zo min. Dat gebeurde helemaal niet. Nou, dat was allemaal, nou ja, noem het toen destijds mijn haat en hij tegen me over elkaar niet, hoor. Maar mijn geloof is beter dan dat van jou. Rotterdammers waren wat frivoler. Ze hadden wat andere kleding en hun gedrag was ook dikwijls frivoler. En ja, daaraan waren dus toch de mensen van buiten wel te herkennen. Dat je kon zeggen van, dat scheiden ze ook af. En als er eentje dood was in de familie, dat was altijd een jaar en 6 weken rouw. Dus het was altijd natuurlijk zo niet waar. Nou, die ging dood, die ging dood, die broer, die zus, die... Dus die mensen liepen altijd in het zwart. Altijd. Veel oudere mensen blijven ook in de stad hun klederdracht nog dragen. Maar behalve aan hun kleding zijn mensen van buiten ook aan hun tongval te herkennen. Naast het plat Rotterdams kun je bijna elk Nederlands dialect in de stad horen spreken. Ze sprak ook mijn moeder, hè, puur dialect. En die heeft zich dat wel heel gauw afgewend om met buitenstaanders en met buren zoveel mogelijk Hollands te spreken. Maar je hoorde het natuurlijk wel goed. En ik geloof dat daar de Limburgers en de Brabanders nog veel meer last van hadden. Hun dialect dat ligt veel steviger verankerd, geloof ik, als dat ze op Schouw in Duitsland was. Zeker voor de Zeeuwen, die ook de moeilijkheden met hun taal bijvoorbeeld hadden. Voor de Rotterdammers was de Zeeuwse taal een komische taal. En ja, daaraan waren ze dan ook heel dikwijls te herkennen. Nou ja, ze bleven gewoon hun dialect praten, spreken, nietwaar. En dat deden ze buiten, dat deden ze binnen. Dat veranderde nooit. Maar de echte Rotterdammer, die praten van horen. Een beetje horen, weet je wel. Maar dat is eigenlijk zo gezegd plat Rotterdams. Hey, boertje. Jij moet anders gaan praten, hoor. Waarom? Anders lachen ze daar hier allemaal kapot om je. Dat kan ik niet. Dus thuis praten ze allemaal zo. In de laatste 50 jaar heeft Rotterdam een nieuwe stad gebaard. Was er tot voor kort ten zuiden van de Nieuwe Maas slechts sprake van uitgestrekte weilanden, polders en grazend vee, thans is er een nieuwe stad verrezen die plaats biedt aan bijna 200.000 inwoners. En juist op deze linker Maasoever hebben zich zoveel van oorsprong niet-Rotterdammers gevestigd. Waren de pioniers van dit nieuwe arbeidsleger nog genoodzaakt te leven in kleine, onhygiënische woningen, haastig opgetrokken rond de nieuw gegraven havens. Thans is Rotterdam voor hen niet alleen een werk, maar ook een woonstad geworden. Er zijn vriendelijke groene tuindorpen gebouwd, waar kinderen veilig kunnen spelen en waar het gezin kan samenleven in geluk en harmonie. De bewoners kunnen zich nu eindelijk herkennen in dit nieuwe gezicht van Rotterdam-Zuid.